Cyberpunk 2077 en The Last of Us Part 2 kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar er zijn ook titels die minder aandacht kregen en die het wel verdienden om gespeeld te worden. Vandaag bespreken we de games die wat minder in de schijnwerper stonden, maar toch zeker de moeite waard zijn. Welk game van afgelopen jaar wil jij of had iedereen moeten spelen? Lucas? Voor mij is dat echt Cloudpunk. En misschien denk je Cloudpunk, Cyberpunk. Ja, er zijn overeenkomsten. Je bent in een grote futuristische stad, maar daar houden alle overeenkomsten houden op. Jij bent aan het rondvliegen in een schip en jij bent een koerier en moet pakketjes rondbezorgen. Maar het gaat natuurlijk om het verhaal en je komt gekke mensen tegen. Je hebt een AI, dat is een hond en dat is je buddy en daar zijn ook mooie gesprekken voor. En het gaat vooral om het verkennen van de omgeving. Dat kan dus. Er zijn gesprekken met de hond? Ja, je hebt gesprekken met je AI-hond. Dat is plus +1. Ja, verder. Sowieso. Ja, en je kan dus rondvliegen, je kan rondlopen en de stad is echt prachtig gemaakt. En ja, de dialogen zijn supergoed geschreven. Dat is eigenlijk zo'n beetje, de games zijn wat andere elementen, maar het gaat voornamelijk om die prachtige wereld verkennen en een mooi verhaal volgen. En ik heb er echt enorm van genoten. Het is voor mij absoluut Sackboy, mensen. Alsjeblieft, Sackboy. Ga Sackboy A Big Adventure spelen. Ja, die game is echt, oh mijn god. Ik ben sowieso een sucker voor Little Big Planet. Ik vond die games altijd al geweldig, dus ik keek wel uit naar deze launch game voor PS5, maar na hem gespeeld te hebben, ik heb hem sowieso uitgespeeld, ik ben bezig met Platinum. Die game is alles wat je wil. Echt serieus, mensen. Of je hem nou alleen speelt, of met een vriend, of met je vriendin, of met je dad. Ik vermaak me heel erg met Sackboy op de PlayStation 5. En dat komt vooral omdat ik hem lekker met mijn vriendin kan spelen. Want het ding is een beetje dat, weet je, ik ben wel hyped om die nieuwe consoles en weet ik veel wat. En het is lekker vrolijk, het is lekker toegankelijk. Maar het design van die levels zijn echt heel erg vet. Het probleem eigenlijk altijd van Little Big Planet vond ik dat die hele editor, dat hele play, create, share, dat een beetje de focus had. En daardoor de standaard levels een beetje zoiets van, ja, het waren eigenlijk een beetje proof of concepts van wat er met die editors mogelijk was. En in Sackboy zitten wel echt gewoon hele toffe levels. Omdat daar nu de focus op ligt. Het hele play, create, share, dat zit er niet in. Dus het is een super vermakelijke game die je in co-op kan spelen. En binnenkort komt ook nog een patch uit, zodat je hem ook online kan spelen met meerdere spelers. Maar voor nu vermaak ik me heel erg samen met mijn vriendin, samen op de bank, Sackboy. Allebei een toffe outfit. En door die levels heen, het is echt heel erg leuk. Nou, het is sowieso een mooie showcase voor PS5, wat het kan. Mm-hmm. Dus dat is sowieso altijd wel een pre. Maar er ligt zoveel nadruk op plezier en gezelligheid en het mooie van gamen. Het is echt een beetje, ja, ik vind het Nintendo van Sony. Mm. Sony toont hiermee aan dat het ook echt super sfeervol kan zijn. En dat het niet altijd per se om de gameplay hoeft te gaan. Gameplay is misschien niet altijd perfect, maar je kijkt je ogen echt uit. En er is zoveel meer dan dat je op het begin denkt in die game. Je kan de game doorlopen door gewoon simpelweg naar het einde te gaan. Alleen, er zijn zoveel stukken waar je kan komen door bepaalde puzzels op te lossen of een nootje ergens in te gooien. En dan kom je op plekken waarvan jij het gevoel hebt van, oh, hier is echt de menigte bijna niet geweest. Dit voelt echt super Uncharted, want het is zo geheim. Microsoft Flight Simulator. Nerd! Het is zo nerdy, man. Het is niet alleen ziet die game er fantastisch uit, maar het is zo nerdy hoe het werkt met satellietinformatie, met dag- en nachttijden. Een collega van ons, Rami, die is gaan vliegen voor zijn werk en die heeft tegelijkertijd de game gespeeld met exact dezelfde vlucht. En het klopt praktisch op de minuut, klopt die game gewoon. En ja, dat vind ik machtig mooi. Het is niet super exciting, I guess. Maar ik hou er wel van, hoor. Dat zeg maar, als het regent in Los Angeles of Seattle en je vliegt er naartoe, dat het ook daadwerkelijk regent als je er naartoe vliegt. En ja, dat is ook gamen. Destiny 2 Beyond Light. Destiny over het algemeen, maar Destiny 2 ook, is echt een game die super goed is. En je eigenlijk pas leert te waarderen op het moment dat je gewoon op geen enkel ander vlak, op het gebied van shooting en looting, niet echt een game kunt vinden die het zo goed doet als Destiny. Ik ben er weer in begonnen met Beyond Light en het speelt gewoon zo lekker weg. En ze hebben dus de dingen die niet zo goed waren aan Destiny 2, hebben ze continu weten aan te pakken. En nu ook met Beyond Light, je bent continu eigenlijk wel bezig met het grinden, maar toch wel op een manier waarop het fris wordt gehouden. Dus je wordt continu wel een wortel volgehouden waarvan je denkt van, oké, ja, nou, daar wil ik wel voor gaan, weet je. En er zijn heel veel dingetjes die je kunt doen en die je ook kunt combineren, waardoor je niet het idee hebt dat je gewoon de hele tijd zelf aan het doen bent voor één ding, maar dat je gewoon
op allerlei andere manieren ook je vooruitgang kunt boeken. Mm-hmm. En dat is gewoon zo super goed gedaan in Beyond Light. En daardoor blijf ik gewoon die game opstarten om weer even wat bounties te doen. Weer even die Nightfall missie te doen. Weer net iets beter te worden. En om er dan de volgende keer net iets harder doorheen te raggen, weet je. Het is gewoon zo goed gedaan. Maar dit is echt een game die wat mij betreft nog te weinig aandacht krijgt. Ik heb er stiekem eigenlijk twee, maar laat ik vooral Spiritfarer zeggen. Dat is een indie game en wat je erin eigenlijk doet, je hebt een boot en je brengt spirits. Dat waren mensen en die zijn dan veranderd in een spirit animal. En die breng je naar het hiernamaals. Onderweg wil je eigenlijk een laatste wens vervullen en dat doe je gewoon door ze zo comfortabel mogelijk te maken. En je bouwt je schip op. Het is eigenlijk een soort varend hotel. Je bouwt allemaal lagen met allemaal voedselvoorzieningen en relax mogelijkheden. En het is een hele mooie game. Het is een hele mooie manier om dood te omschrijven. Waar je normaal gesproken game over bent als je doodgaat in een game. Het draait deze hele game hier om. En het is heel cute en de muziek is heel mooi. En het is ook eigenlijk net zoals Flight Simulator, een game waarin je lekker kan relaxen. En gewoon een beetje van de omgeving kan genieten. Belangrijk vind ik dat mensen weten hoe cool die game is in Streets of Rage 4. Ik denk dat daar veel minder mensen zijn die een poging hebben gegeven. Het is inderdaad een doodsimpele side-scrolling beat-em-up game. Maar met een impeccable stijltje. Echt prachtige artwork, normaal. De muziek is ook fantastisch. En het is echt heerlijke, soepele, simpele gameplay. Dat uitdagend genoeg is. Dat je echt, waar je echt gewoon goed in wil zijn ook. Je wil gewoon goed zijn in die game. Je wil gewoon cool zijn in die game. En je wil al die characters uitproberen. En love die game. En ik heb die soundtrack heb ik ook gewoon op mijn hoofd gezet. Buiten de game om. Echt heel vet. Ik heb er wel eentje die waarschijnlijk niemand heeft gespeeld, maar wel waar ik zelf heel veel plezier aan heb beleefd. En dat is Slash Quest. Dat is een game die heb ik gespeeld op, die staat op Apple Arcade. Dat is ook zo'n service die eigenlijk niemand gebruikt. Ja. Maar volgens mij, ik ben maar de enige in Nederland. Is op staat. Dat zou kunnen. Oh, die heb je niet gespeeld. Oké. Okay. Nee, heb ik niet gespeeld. Hij is trouwens ook op PC speelbaar. Het is Slash Quest. Je speelt een riddertje met een heel groot zwaard. Eigenlijk bestuur je dat zwaard en je sleep je dat riddertje mee. Dat zwaard kan praten. Wat ik heerlijk vind aan Zelda is als je met een zwaard door gras heen slaat. En dat is eigenlijk deze hele game. Met een zwaard door gras heen slaan en door bomen heen slaan. En goeie naam wel. Als je dat doet, dan wordt je zwaard steeds langer. Dus dat gevoel wordt steeds beter. En er zitten puzzels in. Die zijn niet zo heel moeilijk. Mm-hmm. Maar ze zijn leuk genoeg om jou door te laten spelen. Je zit nooit ergens vast. Ja. En het is gewoon eigenlijk een hele tijd een fijn gevoel dat je met een zwaard door gras aan het heen slaan bent. Ja. En het ziet er leuk uit, toffe muziek en het speelt gewoon lekker fijn weg. Dus als je even niks te doen hebt, probeer even Slash Quest. Je gaat niet teleurgesteld zijn. Oké, dus de meest logische keuze hier is heel simpel, dat is Hades. Ja, dat zou ik dus ook denken inderdaad. Dat is de eerste waar ik aan dacht, maar dat blijkt enorm populaire game te zijn opeens. Ja, maar ik wil nogmaals op het hart drukken als je denkt, het is geen game voor mij. Het is wel een game voor jou, namelijk een game voor iedereen. Die game is zo gemaakt dat die aan iedereen iets te bieden heeft. Ja. Dus kom niet met dat argument. I won't have it! Nee, ik kom niet met het argument van indies, ik ga meer voor de triple A of weet ik veel. Ja, roguelikes is niet mijn ding. Roguelite, precies. Ik heb ook niks met Spelunky. Dus, nee, het is volgens mij, het is ook sowieso bijna, behalve dan dat het roguelike is, maar het is een heel ander genre dan Spelunky. Het is niet platform, het is gewoon heerlijke, mega soepele actie. Je moet het gewoon spelen. Ja. De game die iedereen dit jaar gespeeld moet hebben, voor mij betreft, vooral mensen die niet zomaar geld hebben om echt een dikke PC te kopen, maar die wel nog een oude console hebben liggen. Wat je moet gespeeld hebben, is Cyberpunk. Not! Final Fantasy 7 Remake natuurlijk, kom aan. Iedereen die niet gespeeld heeft, shame op jou. Dat was het. Het is gewoon, moet ik nog uitleggen waarom? Of is dit gewoon genoeg? Ja, nou, probeer het eens. Je hebt drie zinnen. Final Fantasy 7 is de remake van de beste game ooit gemaakt. Een van de. En het is awesome. Ik heb geen zin in. Ik heb drie zinnen, is te weinig, Martin. Ga Final Fantasy 7 spelen. Ga Final Fantasy 7 spelen. Ga Final Fantasy 7 spelen. Dat waren de drie zinnen. Okay, doe het. Is goed. 4. En nu zijn we natuurlijk benieuwd welk pareltje jij hebt gespeeld die aan iedereen aanraadt. Laat het weten in de comments.